Een hele goede dag. Welkom terug bij een gloednieuwe informatieve Sportpoeder podcast. Leuk dat je weer kijkt. We zitten vandaag in de Telgoed Gym. Of in ieder geval in de showroom in Dordrecht met uh, Papa J. We zitten een beetje ver uit elkaar. Alleen het is voor de camera's. De camera's zien ze dat. Ja, dat zien ze ja, dat zie je inderdaad niet. Hey, superleuk uh, dat je weer tijd voor ons uh, kon vrijmaken. Zeker. En we gaan straks weer ook een leuke biomechanica-serie uh, opnemen in uh, deze prachtige showroom. Dus wil je dat nou alvast checken, staat dat op YouTube. Ja, we gaan het vandaag hebben over lifestyle. Uh, iets waar we, nou, ik denk, uh, bijna een jaar geleden alweer uh, ook uh, een opname over hebben gemaakt: mm. uh, een podcast. Um, en uh, nou, ja, je bent natuurlijk, uh, je staat in het veld, om het maar zo te zeggen, uh, als coach zijn, maar je doet natuurlijk zelf ook aan bodybuilding. En je probeert zelf ook jouw eigen levensstijl te optimaliseren. Op uh, oudere leeftijd. Ja, doe maar zo. Nee, nee, geitje. Nee, je bent nu natuurlijk uh, <coughs> nog 35 jaar jong. En ja. uh, je probeert nog vele jaren mee te gaan. Um, ja, we gaan het vandaag dus uh, hebben over, over lifestyle. Um, zou jij kort kunnen uitleggen wat lifestyle voor jou inhoudt? Um, nou, wat ik eigenlijk onder ja, lifestyle, levensstijl, lifestyle, hoe je het ook welke van de drie je wil gebruiken, vindt vallen... Um, is eigenlijk, nou ja, uh, heel globaal. eigenlijk alles wat je in je leven doet. wat, nou ja, met gezondheid of met, met ongezondheid te maken heeft. Um, als ik het uh, heb over leefstijl tijdens coaching. dan bedoel ik daar zeg maar de dingen mee die we nou ja, kunnen managen. behalve training en behalve voeding. Maar in zeker, dus ja, dan heb je het over slaap en over stress. en nou ja, uh, weet ik het wat, uh, nou ja, stoelgang. Uh, uh, timing waarop je. weet je, dat soort dingen allemaal. Maar in zekere zin zou je natuurlijk ook kunnen zeggen dat voeding en training zelf vallen, in zekere zin ook wel onder leefstijl. Ja. Oké, okay, en uh, wat zijn uh, voor jou de dingen waarvan jij zegt: oké, okay, dit is wat bijvoorbeeld de westerse samenleving momenteel verkeerd doet aan hun leefstijl? Alles. <laughs> Dan zijn we gauw. Uh, nee, dat is... Uh, uh... zijn er een paar pijnpunten op kunnen noemen waarvan je denkt: oké, okay, dit zijn hele makkelijke adaptaties die je kan doen binnen jouw leefstijl. Um... Ja, er zijn een paar dingen die je makkelijk kan veranderen, maar waar niemand zin in heeft. Waar iedereen het meeste winst uit zou kunnen halen, in mijn ogen. is uh, dat mensen gewoon veel te weinig slapen. Veel te weinig prioriteit op slaap leggen. Uh, en nu krijg je weer het gezeik van iedereen. die zegt dat ze aan vier uur genoeg hebben. en dat er uitzonderingen zijn en bla bla. En niet voor iedereen geldt dat acht uur slaap nodig is. En. zal uh, al ja, beseft. Beseffen hoe lekker je een slaapt. als je wel die acht uur zou in plaats van die vier zeker. Ho, ho, ho. Ja, en. Uh, kijk, ik, ik had. Uh, Voor mij was dat eergisteren weer zo'n post van het NOS over dat er uh, uh, was weer met overgewicht. En nou, uh, dan had ik daar iets van een reactie onder gezet. Obeest dat ja, vijf... ja, bij je op... was dat trouwens, sorry. Bij... Nee, nou ja, obese als dat nu op 15,6% en overgewicht tussen de 50 en de 51%. Ja. Ja. 15, en 50 en 51. Ja. Ja. Juist. Ja. ja. Um, nou, bij OCD val ik trouwens ook onder. Maar, <laughs> maar um, uh, dat ging over BMI. En, uh, en, dan, uh, was zo, en dan heb je zo'n filmpje waarin ze gelijk een paar uitzonderingen gaan noemen waarom BMI niet zou gelden. Ik denk, ja, weet je, voor 99% van de mensen is het een prima maatstaf om te kijken of je een gezond gewicht hebt, ja of nee. Um, en dan krijg je een commissie, allemaal uitzonderingen. ja, maar dat kan ook zijn, dat. Medik, denk ik van, ja, zelfs als je van medicatie dik zou kunnen worden, fucking onzin, word je niet. Maar zelfs als dat het geval zou zijn, dan ga je dus nu weer uitzonderingen erbij halen. waarmee je de regel gaat proberen te ontkrachten. Dat slaat natuurlijk nergens op. Ja, ja want om terug te komen op het punt dat jij aangaf van medicatie word je niet dik. Ik denk dat het wel een goed punt is om aan te kaarten. Kijk, van kan... medicatie zelf, daar zitten geen calorieën in. waardoor je nee, zin in een spontaan aankomt. Eetlust kan veranderen, absoluut. Als jij, uh, nou ja, weet je, je krijgt niet zomaar uh, chronische medicatie, dus ze zal. Misschien heb je veel pijn. Uh, misschien ben je immobiel. Whatever. Kan allemaal zo zijn. Dus dan, dan uiteraard, is het logisch. Als jij, uh, nou ja. Toen jij altijd gezond was. En je woog een bepaald gewicht. En nu krijg jij chronische medicatie. Zal niet alleen die medicatie je leven veranderen. Waarschijnlijk verandert je eetpatroon. Uh, misschien kom je een stuk minder de deur uit. Dus eet je meer kant-en-klaar maaltijden. Uh, misschien bewoog je toen een stuk meer. Uh, zat je beter in je vel. Uh, misschien had je vaker seks. Misschien sliep je beter. Ik kan honderden dingen noemen die je natuurlijk bij een gezond persoon um, nou ja, anders zijn dan bij een persoon... die thuis zit op chronische medicatie. Dus ik zeg er niet meer dat je, je ei, zo makkelijk... het is je eigen schuld dat je dik bent, dat zeg ik niet. Maar van medicatie zelf wordt niemand dik. Ja, ja je kan er wat vocht van vasthouden. zijn de bijwerkingen die een invloed kunnen ja, hebben. Zeker, en, ja, zeker. En uiteraard. Kijk, ik bedoel, um, uh, nou ja, neem mezelf als voorbeeld. Mijn eetlust is zeker tijdens bulk fucking slecht. Um, er zijn een hele hoop mensen die nou ja, een, een hele grote eetlust hebben juist... En dan komt het alsnog neer, als ik wil bulken, ook al is mijn edel slecht, ik moet dus nog in mijn bek proppen. Als jij uh, een hele groot edel step 1 wil afvallen, ja, dan moet je dat kunnen weerstaan. Dus het um, kan zeker zo zijn dat het voor sommige mensen een stuk makkelijker is om aan te komen of af te vallen dan voor andere mensen. Zeker. Maar lichaamsgewicht, of laat ik zeggen, lichaamsvet, komt altijd neer op gewoon wat je in je mond steekt. En, en, en zeker kan zo zijn, uh, kijk, tuurlijk te zijn zat, randvoorwaarden te verzinnen die jouw eetlust kunnen beïnvloeden... en dat heeft dan op zijn beurt weer invloed... op jouw lichaamsgewicht. En nou ja, daar doe ik helemaal niks aan af. Ik ben, uh, bij mij in de familie zijn er ook zat mensen... die, nou ja weet ik veel, medicatie krijgen. Die, uh, weet ik veel, uh, nou, mijn opa die is nu ook uh, die ligt op zijn sterfbed. Als je ziet wat... Nou, die kan dus niet meer eten. Ja, dat brandt gewoon drie, vier kilo per week vanaf. Ja. Weet je? Dus, uh, en andersom zijn er natuurlijk ook zat gevallen... te verzinnen van iemand die altijd heel gezond is geweest... Uh, en die ineens niks meer kan. Ja... Ik vind het niet gek dat je dichtslipt, maar accepteer in ieder geval wel... dat het alsnog op eetpatronen aankomt. Kijk, als jij met je handen omhoog gaat zitten van... Ja, ja, medicatie, kan er niks aan doen... dan geef je dus ook alle nou ja, invloed uit handen... waarmee je er eventueel nog wat aan zou kunnen doen. Want ja, het is de medicatie. Kan, ik ben uh, slachtoffer hier zo. Ja. Dus um, kijk, als jij accepteert dat jouw eetgedrag of eetpatroon... verandert door medicatie en dat je daardoor dikker aan het worden bent... Dan is er misschien ook wat mogelijk waarin je weer terug kan draaien. Of wat kan aanpassen. Waardoor je nou ja, misschien minder snel aankomt. Of misschien zelfs wat gaat afvallen weer. Ja, nou ja zeker, absoluut. Ja. Nou ja, dat, dat, dat is inderdaad een van de dingen uh, die een probleem zijn bij de lifestyle uh, in, de, in de westerse samenleving. Overgewicht. Of in ieder geval, overgewicht is een gevolg van een ja. degraderende levensstijl. En er zijn heel veel. Ze proberen heel veel verschillende oorzaken van het overgewicht te vinden. Ik denk, kijk, um, de. Enige oorzaak van overgewicht is dus of je eetpatroon. Ja. Gewoon, gewoon calorieconsumptie. Maar, ja. um, uh, nou, of laat ik zeggen, de oorzaak van overgewicht is gewoon dat mensen meer vreten dan dat ze per dag nodig hebben. Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus, uh, kijk. Uh, vroeger, uh, nou ja, als ik mezelf als voorbeeld neem. Uh, weet je, uh, iets wat tien minuten verderop lopen was. Ja, dat liep je gewoon. Weet je, uh, half uurtje fietsen, prima, deed ik. En eigenlijk. Sinds dat je een auto hebt en helemaal sinds dat ik aan het bulken ben, je je gewoon zo lui als een varken. Weet je, je pakt bij zijn spreken als je naar de hoek van de straat moet, pak je de auto nog. Maar dat, dat doen heel veel mensen. Weet je, je ziet zat mensen die um, uh, best wel stevig zijn, uh, die lopen te klagen dat ze niet kunnen afvallen. Maar die gaan boodschappen doen met de auto in plaats van met de fiets, terwijl ze bij zijn spreken twee flessen uh, frisdrank aan het halen zijn of zo. Weet je, dat soort dingen. Dus. Kijk, uh, het, de hoeveelheid lichaamsbeweging van mensen gaat best wel flink omlaag. Of is best flink omlaag gegaan. Uh, is overigens ook een van de grote redenen waarom mensen zeggen... ja, wacht maar tot je 40 of 50 bent, dan kom je ineens aan. Heeft er alles gewoon mee te maken maar dat die mensen toen ze 20 waren... waren ze waarschijnlijk een stuk actiever, aten ze anders, weet ik het wat. En als je 30, 40 of 50 bent, uh, je leven is anders. Je, je, weet ik, voor je krijgt kinderen, je bent ineens druk met andere dingen, carrière, weet ik het wat allemaal dan gaat je eetgedrag en activiteitsgedrag denkt, of dat verandert gewoon en daardoor word je dikker. Dat heeft niks met leeftijd te maken. Ja. Maar dat was even een zijspoor. Um, maar uh, kijk, overgewicht zelf, um, of tenminste de verandering in, in laat zeggen eetgedrag en activiteit heeft natuurlijk een grote rol. Maar uh, als mensen te weinig slapen, dan ga je zien dat de hoeveelheid calorieën, of nou, laat ik hem anders zeggen. Um, als dezelfde persoon uh, een hele week acht uur slaapt. en die week erop maar vijf uur per nacht slaapt. ga je zien dat in die week van vijf uur. dat dezelfde veel calorieën minder verzadigt. Uh, binnen dezelfde persoon ga je zien dat. Um, in die week van vijf uur slapen. dat er uh, meer keuze gemaakt wordt voor voedingsmiddelen. die makkelijke energie, zoals veel suiker, bevatten. Um, motivatie om inderdaad te blijven sporten of om dingen te doen waar je niet zoveel zin in hebt, zoals bijvoorbeeld koken in plaats van een kant en maaltijd neemt af met weinig slaap. En zo zijn er nog heel veel andere dingen uh, waardoor, nou ja, gebrek aan slaap of slaaptekort uh, weer gaat zorgen voor, nou ja, minder gunstige voedingskeuzes. Ja. Um, nou, en zo zijn er nog veel meer dingen te verzinnen. Weet je, we hebben uh, uh, volgens mij, we dat straks ook nog bespreken, maar uh, nou, dat stuk over weet ik veel uh, um, uh, schoonmaakmiddelen, weet ik veel deodorant, weet je, cosmetica, dat soort producten, uh, heeft, kan direct of indirect bijvoorbeeld hormonen beïnvloeden. En hormonen hebben een heel groot effect op hoe jij in vel zit. Nou ja, weet ja. je, als jij minder in je vel zit, dan krijg je dat hele gezeik, wat ik net zei. Uh, ik heb vandaag niet zo zin in te trainen. Nou, ik ga morgen wel. En morgen zeg je precies hetzelfde. Ja, ik heb vandaag niet zo zin in koken. Dus ik doe een kant... Weet je, en op die manier ga natuurlijk wel een situatie creëren... waarin steeds meer calorieën binnenkomen... en waarin steeds minder calorieën per dag worden uitgegeven. Ja. Hé, hey, sorry dat ik deze aflevering even onderbreek... maar hij wordt mede mogelijk gemaakt door ESN... Code Sportpoeder natuurlijk... voor jouw supplementen, je pre-workout... en alle andere lekkere dingen... zoals de Designer Flavor Powder... die je door je kwark kan doen... waardoor de elk kwark feestje wordt. Wil je dat nou bestellen? Code Sportpoeder voor de hoogste korting altijd. Of hou de app in de gaten. Dan weet je het ook. En uh, ik zou zeggen, kijk lekker verder... Ja, want het is een blijft een soort zakgeldrekening elke dag. Ja. Als je gaat droogtrainen, maar ook als je gaat bulken. En je hebt gewoon een limiet. Mm -hmm. Ja, juist geen limiet. Een beetje afhankelijk van waar je zit met kut of bulk. Ja. Uh, en ja, dat, dat spendeer je elke dag. Ja, ja. Oké, okay. hey, en uh, nou ja, over het onderdeel slaap. Uh, we hebben natuurlijk een paar keer zo'n reel gehad die uh, helemaal viral was gegaan. Omdat uh, nou ja, jij zei heel stellig, je moet gewoon minimaal 8 tot 9 uur per dag slapen. Dat ja. is voor mensen die het optimale resultaat willen, niet het minimale resultaat. Ja. Met deze kleine disclaimer. Je uh, wilt leven in plaats van overleven. Haha, <laughs> die vind ik nog beter. Ja. Hey, en uh, als we dan kijken naar bepaalde routines. Um, nou ja, jij zei ook al van uh, training erin houden. Um, nou ja, proberen zelf te koken in plaats van de kant-en-klare maaltijd. Omdat dat mm heel -hmm. vaak. Dan heb je zelf meer invloed op de ja. calorieën die erin stopt. En uh, kleine micro's, dingen. Mm -hmm. Schoenten dus en zo, vezels, et cetera. Um, zijn er nog andere routines waarvan jij zegt: deze zijn cruciaal voor een optimale leefstijl? Um... Waar ik mezelf best wel schuldig aan maken, wat er niet optimaal is. Uh, dat ik tot s'avonds laat best wel vaak doorwerk. Waardoor ik ochtends wat later aan mijn bed ben, waardoor ik ochtends wat gehaast ben en zo. En idealiter zou je uh, jouw nou ja, uh, uh, opstaan en slaaptijd een beetje gelijk proberen te houden. En dat is natuurlijk in de winter, anders dan in de zomer en zo. Dus het klopt niet helemaal wat ik zeg. Maar idealiter zou je gewoon uh, vroeg in de ochtend opstaan op het moment dat het licht wordt. En tegen de tijd dat het donker wordt, um, nou ja, dan ga je een beetje afschalen met de activiteit. Word je gewoon wat rustiger en ga je zo voorbereiden om naar bed te gaan. En zou je dus eigenlijk niet te veel werk meer willen doen. Uh, kijk, dat zou voor heel veel mensen heel gunstig zijn. Maar ja, ja ik had het de laatste inderdaad ook in een podcast met Diederik over. Kijk, vroeger uh, hadden we geen wekkers. En toen sliepen we gewoon van het moment dat het donker werd. Tot het moment ja. dat het nou ja, weer licht werd. Ja. En dat was dan vaak van, nou ja, laten we zeggen, 7, 8 uur s'avonds tot. Zes uur morgens. Ja. Alleen nu hebben we gemaakte slaaptijden. Ja. Wat voor mij ook iets wat heel belangrijk is... is een vast ritme in jouw slaap. Je, je lichaam is... Uh, lichaam zelf is best autistisch. Er gaan heel veel mensen weer helemaal over nee, Dat Dat mag ik niet zeggen. Nee, maar... Um, uh, kijk, je lichaam gaat gewoon heel, heel erg goed op, op ritme en structuur. Um, en... Um, dusdanig zo dat als jij... Um, uh, laat, laat zeggen, als jij... Uh, elke dag rond dezelfde tijd eet, dezelfde tijd opstaan, dat, dat alles een beetje in een ritme loopt, dan ga je dus op een gegeven moment al voordat jij, uh, stel dat, het, uh, dat jij altijd om, om 12 uur eet, dan um, ga jij tegen de tijd dat het 12 uur wordt, gaat je lichaam zich al voorbereiden op een maaltijd die eraan komt, terwijl je nog niet eens wat ruikt, of weet ik het wat. Dus um, op het moment dat jij jouw dag heel strak in kan plannen, wat betreft regelmatig en ritme. Doet hij toch? Ja, 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 zeker. Als je dag heel strak in kan plannen betreft regelmaat en ritme, uh, dan zou je zien dat de spijsvertering beter gaat lopen. Dan ga je zien dat je, je energiehuishouding stabieler is. Uh, dan ga je zien dat, dat insulinegevoeligheid en zo verbetert. Uh, en andersom is het ook waar. Als jij de ene dag om tien in bed gaat, en dan een keer om één, en als jij de ene dag om ik wil, acht uur s ochtends opstaat, en dan weer een keertje om tien uur s avonds. Dan, dan zie je eigenlijk dat, uh, nou ja, iedereen is wel gewend wat een jetlag of hoe dat voelt. Mensen die weten wel. Um, stel dat de klok een uur vooruit gaat of een uur terug. Nou ja, dus eigenlijk dat is maar een uurtje verschil. En daar kunnen sommige mensen al best wel veel last van hebben. Dus um, als jij jezelf dat gewoon elke dag aandoet. om de ene keer laat en dan weer vroeg en dan weer laat en dan weer vroeg op te staan of naar bed te gaan. dan heeft je lichaam te weinig regelmaat om een beetje in vaste patronen te kunnen werken. Nou, en dat is gewoon niet gunstig of in ieder geval niet optimaal voor, voor je energiehuishouding, voor hoe je in je vel zit, voor je focus, voor, nou ja, whatever. Ja, en dan ga ik even een stelling zetten. Um, wat is minder schadelijk voor je lichaam? Dat je zes uur per nacht slaapt, uh, maar wel hetzelfde ritme telkens hanteert, dus dat je telkens van uh, elf tot, uh, tot vijf slaapt. Hm? Of dat je, laten we zeggen, drie, vier dagen in de week een variërend slaapritme hebt, maar wel die acht uurtjes per nacht ik. Ja, dan moet ik nu eigenlijk het tweede natuurlijk zeggen... ...want anders ben ik mezelf aan het... Uh, nee, maar... Um, nee, maar meer is dat mensen begrijpen ja, wat het, het belang van ritme ja. is. Um, ja, ik, 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 het, het is best wel stellig om te zeggen dat het een beter is dan het ander. Dat, dat ligt natuurlijk ook aan jouw uh, totale slaapbehoefte. Kijk, iemand die, die fucking zwaar traint of heel zwaar lichamelijk werk doet... ...of in de groei is of aan het herstellen is van ik een erectie of een wond of whatever... Die zal gewoon een x aantal uur slapen. Of die zal meer uren slaap nodig hebben. dan, dan iemand die wel gewoon, nou ja. weet euh, veel, twee keer per week een beetje sport. en voor de rest wel lekker in zijn patroontje zit, zeg maar. Um, dus ik, ik denk dat dit wel. Um, dat, dat dit wel een beetje een, een individueel verhaal is. Maar. ik zou hem best voor kunnen stellen. dat als jij uh, dan die zes uur die je slaapt. wel echt goede kwaliteit slaap haalt. en dus wel een heel strak ritme hebt. Dat bij zo'n persoon bijvoorbeeld insulinegevoeligheid wel beter zou zijn dan iemand die echt al over de place is en maar wel wat meer uur slaapt. Ja, oké, okay, want leg mij die eens uit qua insulinegevoeligheid waar je het over hebt. Wat, wat staat daarmee in verband met slaap? Want insuline is vaak iets wat mensen kennen. Uh, nou ja, dat, dat je op een gegeven moment insulineongevoelig bent en hmm. dan ontstaat diabetes type 2. Dus dat heeft vaak te maken met suiker. Als ik het goed. Uh, ja, uh, seminar nummer 2 kijken. Seminar nummer 2. Daar, uh... daar gaat dat het hele insulineverhaal. Maar... Of insuline-cortisol-verhoud, moet ik zeggen. Um, kijk, insuline heeft best wel een slechte naam. Uh, maar in principe zorgt... Uh, kijk, wanneer wij wat eten... Um, wordt, nou ja, eten gaat... Uh, wordt het voorverteerd, Sommige voedingsmiddelen, andere niet zozeer. Uh, in je darmen wordt uh, het verdere, nou ja, verder verteerd en ook opgenomen. Um, en nou ja, dan is dus de ader die eigenlijk van darmen nou ja, richting lever gaat... Er zit heel veel voedingsmiddel in. Maar als die concentratie voedingsmiddelen door alle aderen in het hele lichaam zou gaan, dat zou een heel groot probleem gaan geven. Uh, dan kunnen aderen die gaan slippen, werken dat allemaal dat, mm -hmm. dat, dat, dat moet gewoon niet. Ja. Dus um, wat het lichaam dan doet, is wanneer, nou ja, voorn voornamelijk voor koolhydraten en ook eiwitten, wordt dan insuline afgegeven. En insuline zorgt er in principe voor dat cellen, bijvoorbeeld de lever, bijvoorbeeld spiermassa uh, en nou ja, bij voorkeur niet vetmassa, maar vetmassa kan dus ook voedingsstoffen opnemen. Um, nou, dat, dat die grote concentratie voedingsstoffen, dus uit het bloed wordt opgenomen, cellen in. Dat is eigenlijk waar, waar insuline voor zorgt. Uh, kijk, en wanneer dat spiercellen zijn, is dat natuurlijk heel gunstig. Uh, als jouw insulinegevoeligheid heel groot is, betekent dat zeer waarschijnlijk dat jouw uh, spiercellen heel veel eiwitten en koolhydraten opnemen. Nou, dat heeft twee grote voordelen. A, je stelt een stuk beter. Uh, B, ja, je bent een heel stuk... Uh, nou ja, je spierenogen een stuk voller. Um, en een ander groot voordeel is natuurlijk... dat er daardoor minder koolhydraten beschikbaar blijven... voor opslag in vetweefsel. Ja. Dus... Um, even kijken hoe ik deed. Stel dat je uh, twee mensen hebt... die een exacte kopie van elkaar zijn. En één van die twee heeft een bijzonder slechte insulinegevoeligheid... en de ander zit echt, echt top... Dan zal met dezelfde calorie-inname de lichaamssamenstelling bij de twee mensen waarschijnlijk alsnog anders zijn. Vanwege die insulinegevoeligheid. Ja, omdat de, bij de uh, persoon die een hele hoge insulinegevoeligheid heeft... de koolhydraten waarschijnlijk in ieder geval voor een groter deel in spiermeefs worden opgeslagen. Uh, en bij die andere persoon, nou ja, vrijwel helemaal niet. Ja. Um, nou weet ik even niet precies wat... Um, hoe het zit met, met opslag van de orgaanvet. Maar volgens mij hangt dat ook sta, samen met een slechte insulinegevoeligheid. Dus dat betekent dat ook voor gezondheid op lange termijn. is een, een slechte insulinegevoeligheid gewoon niet ideaal. Ja, en met orgaanvet bedoel je visceraal vet? Juist. Dat op, juist. Ja. Ja. Okay, en dat is vaak de boosdoener. Hè? Juist. Ja, ja, ja hoeft niet per se heel schadelijk te zijn. Uh, wil ook niet zeggen dat, kijk, mensen doen zeggen. ja, visceraal vet is slecht. of orgaanvet is slecht. en er, dat is onzin. Uh, onderhoudsvet. Organen overleven daardoor. Ja, dus ja dus een randje heb, rond precies. Je orgaan. hebt een beetje nodig, ook als bescherming en zo, ook als isolatie, ook als energielevering. Um, dus helemaal niks hebben is ook niet goed. Veel te veel hebben is slecht. Maar um, kijk, dat wil niet per se zeggen dat als jij maar weinig orgaanvet hebt, of tenminste niet te veel orgaanvet hebt, dat je bij ze spreken 700 kilo kan wegen. Ja. Weet je, op een gegeven moment wordt het onderuit, vet wordt ook problematisch als je daar te veel van hebt. Ja, zeker. Oké. Okay. En, ja, en sorry, je, was, uh, je had het net over. Wou ik nog iets zeggen over insulinegevoeligheid? Ja. Waar, hoe dat nou kwam, dat. Uh, want dit was een beetje waarom insuline dus belangrijk is. Insulinegevoeligheid. Um, en insuline wordt vooral bepaald door koolhydraten, toch? Ook door eiwitten. Ook door eiwitten, ja. Oké. Okay. Ja. En um, nou ja, wat we nou zien bij een, een, een slecht leefpatroon. Um, en dat kan bijvoorbeeld zijn door heel veel junkvoeding te eten, uh, veel heel bewerkte voeding, veel junkvoeding. Uh, laat zeggen, duizend calorieën junkvoeding of slechte voeding. zal uh, een, een grotere impact op je insulinegevoeligheid hebben. dan duizend calorieën aan, nou ja, minder bewerkte of gezonde voeding. Uh, slaap heeft een heel groot effect op insulinegevoeligheid. Dus slecht slapen, slecht ritme met slaap. veel wakker worden, snurken, apneu. Apneu is fucking desastreus voor insulinegevoeligheid. Ehm. Uh -huh. um, dat is misschien nog wel eentje om op in te haken. Ik krijg het al over de place, maar je mag gewoon doorraten. Ja, zeg uh, maar. Ik ben wel benieuwd. Maar um, kijk, slaapapneu. Um, ik heb nu ook wel wat vaker wat filmpjes daarover gemaakt. Maar uh, mannen, voornamelijk mannen, boven de 80 kilo. Op het moment dat je slecht slaapt, je wordt niet uitgerust wakker. of je snurkt erg veel, volgens je partner bijvoorbeeld. Ik zou altijd even een slaaponderzoek laten doen. Want slaapapneu op lange termijn. Doe je zo'n slaaponderzoek? kan je bij de huisarts aanvragen of bij een, een slaappolie... Ja. Uh, en dan gaan ze dus kijken of tijdens jouw slaap uh, je ademstops hebt. Zeg maar. Dus dat jouw, ik voor jouw mandel of je huig of je tong, weet ik het wat, je keel blokkeert. Uh, en dat je dus na nou, een aantal seconden tot, dat kan tientallen, tientallen seconden zijn uh, nou ja, uh, per teug, zeg maar. Uh, dat dat ademhaling gewoon helemaal stopt. Nou, uh, wat je dan dus krijgt, is dat je uh, zuurstofverzadiging in bloed gaat kelderen. Nou, uh, CO2 loopt erg op, want cellen zijn natuurlijk wel, die, die activiteit van cellen gaat door. En wat je dan op een gegeven moment krijgt is dat lichaam, die schrikt wakker, of tenminste, dat ook wordt een reactie vanuit het lichaam, uh, je hersenen registreren dat, dat ademhaling gestopt is, dus dat uitademing stopt en dat inademing ook gestopt is. Uh, en nou, dat zou bijvoorbeeld tijdens slaap een, ke een keertje kunnen gebeuren, als jij bijvoorbeeld met je hoofd in een kussen draait of zo. Weet ik, veel. ik bedoel, iedereen ja. draait wel eens een keertje omdat je even niet kan ademen. En normaal gesproken geeft het lichaam dan een seintje... dat jij eventjes beweegt en dat je weer goed draait... zodat de ademhaling weer door kan. Maar op het moment dat die ademhaling dus niet wordt geblokkeerd... door iets van buitenaf, maar in je kil of ik het wat... Um, ja, dan gaat je lichaam dus elke keer dat seintje geven. Misschien een paar keer per minuut, misschien een x-aantal keer per uur. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk nooit fatsoenlijk in een diepe slaap komt... en ook nooit fatsoenlijk al je sla slaapcycli kan doorlopen... en nou ja, goede kwaliteit slaap haalt... Uh, en dat, dat schrikmoment, dat is gewoon een stressprikkel. Um, en daarnaast, als jouw lichaam dus nou ja, constant ook uh, veel te weinig fatsoenlijke kwaliteit slaap haalt... is je lichaam ook veel minder in staat om de hoeveelheid stress die jij overdag hebt opgebouwd... Om, die weer, nou ja, om daar weer van te kunnen stellen en weer naar beneden te krijgen. Ja. Dus wat je dan krijgt is dat nou ja, cortisol uh, en misschien zelfs adrenaline, dus stresshormonen, die zijn dus hoog... En als stresshormonen hoog zijn, dat is in principe in de natuur eigenlijk alleen als je lichaam paraat moet zijn om actie te ondernemen. Nou ja, dus wanneer stresshormonen hoog zijn, kan insuline niet hoog zijn. Want insuline zorgt ervoor dat, zoals we net zeiden, eh, voedingsstoffen uit het bloed worden gehaald en in weefs worden opgeslagen. Maar dat is helemaal niet handig als jij actie moet kunnen ondernemen. Want dat betekent dat jij, nou ja, weet ik, licht in je kop wordt als je wegrent of zo. Ja. Dus als stress hoog is. Is je lichaam juist bezig met energie vrijmaken uit reserves? Dus bijvoorbeeld uit nou ja, opgeslagen glycogeen of uit vetweefsel. Alleen ligt in je nest. Ja. Dus juist wat jouw lichaam heeft geprobeerd met insuline, of waarom het belangrijk is om insulinegevoeligheid hoog te hebben, uh, door juist als voedingsstoffen niet worden gebruikt, die in weefsels op te slaan, heeft stress het tegenovergestelde effect. Dus er wordt constant veel, nou ja, euh, weet ik veel euh, glucose of weet ik veel euh, nou, energie uit vet vrijgemaakt. Dat is dus constant door je lichaam aan het stromen in de hoop, of tenminste in de verwachting dat dat nodig is. En het is helemaal niet nodig. Dus je hebt een veel te bloedsuiker constant. Ja, en dat is dus niet gunstig. Nee. Oké. Okay. Ja? Ja, duidelijk. Uh, interessant verhaal altijd dat uh, over insuline. Ja. Dat, uh, en ook uh, zeg maar, met slapen op neu. Dat uh, is denk ik een grote probleem dan we realiseren. Slaap ja, ik um, nou ja, ik, ik heb zelf ook op neu. Ik heb zat gasten in de bodybuilding zien bijna, nou ja, ik wil niet zeggen bijna iedereen, maar ik ken er wel een, wel een hoop van wat, wat flinkere kerels. Uh, die hier wel echt last van hebben. Ik heb ook zat klanten die, uh, nou ja, vooral mannelijke klanten. Dat komt bij vrouwen wel echt een stuk minder voor. Um, uh, het komt zeker niet alleen voor bij jongens die kuren. Maar als je kuurt, is de kans erop nog eens een stuk groter. Mm. En dat heeft niet alleen te maken met het extra lichaamsgewicht. Maar ook het kuren op zichzelf kan de kans op slaapapneu ook vergroten. Dus als jij een man bent die best wel flink, nou ja, flink gewicht heeft. En als je ook nog eens kuurt, zou ik hier zeker achteraan gaan. Ja, want dat zou dus wel kunnen verklaren waarom je even minder slaapt. Ja, um, en nou ja, kijk, dat slaap is dan één ding. Uh, en dan is om die mensen over de streep te trekken, kan je vaak het beste zeggen, ja, je laat een hoop progressie liggen. Maar voor je gezondheid is het echt fucked up Ja. ja en gezondheid op lange termijn, want je zou je ja, nu dus. misschien goed kunnen voelen. Waarschijnlijk, je gaat je beter voelen met zo'n ding. Of tenminste, als je slaap op neul laat fixen. Maar je kan je inderdaad best, best wel oké okay voelen. Hm. Maar gezondheid op lange termijn, dan heb je dus zelfs over hersenschade, en zo. Alzheimer, dat soort dingen. Uh, nou ja. Slaapgebrek tijdens je uh, jongere jaren of mooi nou, aanloop naar je oudere jaren, zeg maar. Slaapgebrek in die periode is een hele grote voorspeller van eventuele ontwikkeling van, van hersenaandoeningen zoals Alzheimer. Ja, ja, Diederik, zei het laatst ook volgens mij in een podcast. Hadden we heel over gemaakt dat uh, bij mensen die slecht slapen, dat je gelijk uit het hersen volgt mm. en abstractie kan halen, waar wat nou ja, wat Alzheimer op lange termijn ja. uh, zou kunnen veroorzaken. Dus. Oké, okay. nou ja, slapen duidelijk besproken uh, en behandeld. Dan komen we weer bij een uh, populair onderwerp aan, uh, nou ja, waar jij nog wel anti op bent, maar waar je ook wel een hele hoop mensen op geïnspireerd hebt, denk ik. Uh, cosmetica. Mm -hmm. um, ik heb zelf de stappen genomen de afgelopen jaren om steeds minder luchtjes te gaan gebruiken. Het stinkt Goed van jou. Stink ik ook tegenwoordig. Nee, het stinkt nee. helemaal niet. <laughs> nee, nee, maar het is uh, een kleine tip voor de mensen die uh, spuiten de rand gebruiken. Jay zal nu waarschijnlijk aan de andere kant Moet Mooi niet doen. En dat, uh, ik heb dat vroeger ook een tijd gebruikt. Gewoon lekker makkelijk. axen, hè, want dat was populair. Goede reclame. Je kreeg dat vrouwen die acht jaar en uh, kap daar ik gewoon... helaas tegen. Ja, inderdaad. Kap daar gewoon even een keer uh, gewoon mee. Uh, en ja, oké, okay, de eerste week, twee weken zal het even stinken. Omdat je denkt. Die geur ben ik niet gewend en je ruikt in een heel uh, abstract, om maar zo te zeggen. Uh, en stap over naar roldeo. Happy Earth is bijvoorbeeld eentje die uh, goed is. En uh, ja, ik uh, gebruik nooit meer spuitdeo. Af en toe nog wel eens roldeo met een uh, geurtje erin, maar het liefst niet waar geen, um, hoe heet het nou? Um, uh, methaan dat zit in het spuitbeeld. Maar je hebt vaak, uh, wat zit er nou in, uh, in deodorant dat zo slecht is voor je? Ja. Ja, er zijn heel veel ingrediënten. Kijk, het liefst heb je um, het, het, het probleem met. Uh, nou ja, Eerst wat jou zegt, die Aerosol, dus inderdaad waar, waar zeg maar gas uitkomt. Ja. Um, en dan heb je dus, jij hebt het nu over deo's, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor die sprays waar je schoenen mee kan doen of zo, weet je, wel. of ja. eigenlijk alle, alle gasbussen. Um, uh, kijk, je longen hebben een enorm contact op een vlak met de buitenwereld. Het hele idee van longen is dat ze gassen kunnen opnemen. Dus uh, nou, denk bijvoorbeeld ook aan, aan tanken bij een, uh, een tankstation. Op het moment dat jij benzine ruikt, adem je benzinedamp in. Dat is ja. fucking slecht voor je. Dus um, dat soort gassen inademen, dat soort dampen inademen, dan heb je dus met DEO, laten we daar even op houden, uh, DEO met zijn spuitbus opspuiten, heb je dus niet alleen het probleem dat die DEO waarschijnlijk toxische stoffen door je huid opnemen, maar je bent zo 100% het inademen in je longen, neem je het sowieso op. Ja. Dus. Uh, Zelfs als jij uh, Deo's blijft gebruiken waar nou ja, giftige stoffen zoals weet ik parfum en uh, weet ik, alcohol en, en al die weet, weet ik het wat voor. Uh, nou ja, er zijn heel veel van die ingrediënten waar je de woorden niet van kent, zeg maar. Um, zelfs als je die blijft gebruiken, is zo'n roldeo met die stoffen alsnog beter dan een spuitdeo. Omdat je in ieder geval de opname via longen, nou ja, schrapt. Ja. Ah, je ziet wel tegenwoordig ook steeds meer cosmetica bedrijven die wel op de trend inspringen. Ja. Omdat je wel, je ziet steeds meer tegengeluid opkomen. Uh, want eerst ja. had je alleen happy earth. Maar voor mij is Sanex nu tegenwoordig ook een, uh, een uh, gasvrij, of sowieso gasvrij deo, maar ook een uh, deodorant zonder. Voor uh, mij is het kunnen. Ja, er zitten heel veel. Uh, ja, nou ja, kijk voor mij daar aan. zoek ik altijd een beetje of... oké, okay, dat is echt een absolute no-go. Die ja. wil ik niet in mijn deo hebben. Maar. Uh, want uh, ja, ik gebruik af en toe nog wel eens een beetje niet... Ja, sorry. Maar het uh... nou, is, je, je zei aan het begin ook van ja. Weet je dat? Um, het enige wat ik met dit soort filmpjes doe, of met dit soort teksten doe. Uh, kijk, waar ik tegen ben, is dat die dingen maar gewoon met mensen door nou, strot worden geramd. zonder dat er wordt bijverteld dat het eventueel schadelijk zou kunnen zijn. Kijk, als jij weet dat dingen schadelijk zijn en je blijft ze wel gaan doen, ja. Ja, wie ben ik om daar wat van te vinden? Dat moet je zelf weten. Ik bedoel, dan heb ik vaker dingen gezegd. Ik doe ook zoveel dingen die niet per se gezond zijn of zo. Alleen uh, zorg er wel voor dat je die keuze een beetje overhogen kan maken. En uh, nou, er was ook zo'n filmpje: van uh, uh, dat, dat, dat meisjes steeds vroeger in de puberteit komen, weet je wel. En uh, ik voel me, had ik jou daarin getekt of niet? Ja, ja zou kunnen inderdaad. Ik heb er in ieder geval wel voorbij zien komen. Dus ja, het, weet je, dat is dan ook weer zoiets. En dan, dan zijn ze zo verbaasd en uh, oh, wat erg dat dit gebeurt en uh, hoe kan dit? We weten al lang waardoor dat komt. En dan komt het. En, hoe, hoe komt het dat, dat vrouwen tegenwoordig steeds vroeger beginnen te menstrueren of in de puberteit komen? Nou ja, dat, dat is een, 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 allereerst dat hele stuk leefstijl waar we het over hebben gehad. Mensen leven gewoon een stuk ongezonder. Uh, een stuk overgewicht. Uh, vetmassa kan invloed hebben op geen spiegels in het lichaam. Uh, daarnaast is het ook nog eens zo dat afvalstoffen in uh, vet worden opgeslagen. Dus nou ja, zelfs als je gaat afvallen, kunnen die stoffen vrijkomen. Dan hebben ze alsnog een negatief effect. Uh, drinkwater, ook iets waar mensen over kunnen gaan struikelen. Maar nou ja, drinkwater is gewoon, wordt steeds minder schoon. Er komen steeds meer afvalstoffen, ik, hormonen, drugs, weet ik wat allemaal opgelost zit. Uh, cosmetica. Uh, het zou of zou kunnen zijn dat uh, nou, bijvoorbeeld... Nagellak en dat soort dingen, voor vrouwen die zwanger zijn, kan een best wel negatief effect hebben op ongeboren kind. Nou, weet je, dat zijn allemaal dingen waar mensen niet van op de hoogte zijn. Dus het zou zelfs kunnen zijn dat um, de meisjes die nu een, een vroege menstruatie hebben, wellicht het een deel van die oorzaak, misschien ligt dat wel zelfs bij wat die moeder tijdens zwangerschap heeft gedaan. Dat, dat weet je helemaal nooit zeker. Uh, bestrijdingsmiddelen die op voeding worden gebruikt, er zijn heel veel dingen die nu natuurlijk. Wat laatst inderdaad ook had direct het bevestigd mm. tijdens, ik weet niet of je die voorbij buiten zien, komen, maar in de podcast over dat uh, nou ja, een sterke link tussen uh, uh, Alzheimer en ja, uh, pesticiden. Ja, dat is fucking logisch. Voor mij hebben we dat jaren geleden ook een keertje gezegd. Uh, kijk, heel veel bestrijdingsmiddelen zijn gewoon giftig. Dat moet ook, want ja, ze bestrijden insecten. Nou ja, uh, er zit wel enige overeenkomst uh, tussen wat giftig is voor insecten en wat giftig is voor ons. En veel van die dingen die zijn nou ja, ook best wel neurotoxisch. Dus dat betekent gewoon dat ze schadelijk zijn voor zenuwweefsel. Dus het is natuurlijk best wel logisch als jij um, uh, jarenlang... een heel klein beetje van die, uh, nou ja, van die stoffen binnenkrijgt. Dus een, een chronische blootstelling hebt. Kan ik me best voorstellen dat in de loop van 10, 20, 30 jaar... dat dat een hoop schade aan zenuwcellen doet. Ja. Dus uh, nou ja, maar dat is even weer een zijspoortje. Maar ja, kijk, er zijn dus heel veel dingen vanuit leefstijl, vanuit de omgeving, die um, uh, ons lichaam binnenkomen. Uh, nou ja, die noemen ze dan xeno-oestrogenen. Dus stoffen die uh, van buiten afkomen, vreemde stoffen, die een oestrogeenachtige werking in het lichaam kunnen hebben. Ja, en een oestrogeenachtige werking is dus dat je testosteron omlaag kan gaan? Bij mannen wel, maar ja. bij vrouwen uh, heeft oestrogeen. Uh, kan een, een, een hele grote rol hebben in bijvoorbeeld nou ja, uh, het starten van de puberteit. Ja. En normaal gesproken zou, weet ik veel, die piek, ik weet niet wat 15 is volgens mij zoiets, wat een beetje de gebruiker. Maar je ziet nu zelfs meiden soms van 10, 11. Ja. Weet ja, je? En voel... daar stonden ook een paar comments onder. Dat je ja van een paar van die gasten, maar dat je soms meiden van 13, 14, die kunnen eruit, die kunnen door voor 20, weet je wel. Dat is echt uh... ja, 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 daar snap ik inderdaad ook wel wat daarmee. Ja. Nee, klopt. Inderdaad. Ik heb dat soms ook wel eens gewoon gedacht gehad van die kids van tegenwoordig. die zien er echt heel oud uit, eigenlijk. Zeg maar. En ja, daar ja, maar ook gewoon ontwikkeld in de zin van. Um, uh, kijk, weet je, sommige meiden. Ik bedoel, ik weet nog. Nou dat is een heel grijs verleden natuurlijk. Maar toen ik, weet toen ik. Jij nog jong was? Precies. Toen ik 12, 13 was. bijna geen een van die meiden die had, had. borsten. Ja. Die, die, die waren gewoon allemaal nog hartstikke plat. Nou ja, tegenwoordig is dat echt niet meer zo. En dat heeft gewoon allemaal natuurlijk mee te maken met. Um, uh, Ah ja, blootstelling aan blijkbaar hogere levels van oestrogeen. Ja, dat zou wel een verklaarbare reden kunnen zijn, inderdaad. Hey, en nog een dingetje wat je aankaart over drinkwater. Hm. Um, nou, er was voor mij laatst ook uit een onderzoek gekomen. dat het uh, naar nou, Amsterdam het meest vervuild drinkwater heeft van heel Nederland. Hm. Hoe zou dat nou komen? Hè? <laughs> Drugsrestant in ja. het water, et cetera. Maar even oplossingsgericht. Want kijk, uh, we kunnen natuurlijk zelf. ze doen natuurlijk hun best om het water zo schoon als mogelijk in hm. Nederland te krijgen. Maar uh, wat zouden daar bijvoorbeeld oplossingen voor zijn? Nou ja, uh, kijk voor jezelf dan. Om ik zelf... heb zelf een waterfilter thuis staan. Ja. Kijk, dat, dat riep ik twee jaar geleden ook naar. Dat viel toen niet echt een goede aarde. Want dat was toen een heel erg wappie. Maar ik denk dat mensen wel steeds meer een beetje in gaan zien. Um, kijk, uh, volledig vertrouwen op dat alles voor je geregeld wordt. En dat je zelf helemaal geen, geen verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid hoeft te nemen. Want als het zo slecht zou zijn, zou het wel verboden zijn. Ja, die mindset die hebben mensen, hoop ik, de afgelopen paar ah jaar wel afgeleerd. Een groot gedeelte wel, denk ik. Maar ik denk ja. er nog steeds heel veel schapen zijn. Zou ja, zeker. Noemen. Kijk, ja, was in, er was bijvoorbeeld zo'n nieuwsbericht, las ik volgens mij vorige week... dat er um, uh, steeds meer mensen zijn die hun kinderen niet meer willen laten inenten voor... Uh, wat was nou weet ik meer. ja, zo'n babyvirus virus volk. Vrijder, ja, kijk daar, daar zien we een enorme piek. En dat is natuurlijk, ja, dat is ellende. Want die, uh, ja, dat was bijna helemaal uitgegroeid. Maar ik denk dat door dat hele handelen van de laatste drie jaar, ja, je maakt mensen gewoon wantrouwig als je ziet wat er nu allemaal uitkomt, waar waar ze allemaal even een hand voor een oog hebben gehouden, of wat gewoon ronduit leugens waren. Het is gewoon zo stom, klopt, ja, weet je dus. Um, Nee, ik heb dat ook altijd gehad, hoor. Meestal denk je dan van, oh ja, de overheid zal het toch goed voor me. Ja, ja kijk nee, en dan, dan word je dan word je blijkbaar toch heel erg blootgesteld aan, nou ja, bepaalde dingen uit de supermarkt die je gewoon kan kopen of op elke ja. cosmetica, wat dan to uiteindelijk toch niet zo gezond voor je blijft zijn. Ja, dan, dan word ik ook wantrouwend. Kijk heel grijp. Ik geloof niet. Het, het zal absoluut niet zijn om uh, bewust ziek maken en zo. Zo'n zo mafkees ben ik niet. Nee. Dat geloof ik absoluut niet. Maar um, uh... In de nalatigheid, denk ik. Gewoon, het, uh... gewoon geld. Het gaat gewoon om centen. Kijk, ja. de, de grootste dingen die, die meegenomen kan worden. voor de minste investering. die worden graag gedaan. Uh, maar er was ook een. Uh, weer twee weken geleden was er een fragment. dat ging op TikTok rond, volgens mij. Dat ging over. Um, uh, de pil. Over hormonale anticonceptie voor. Uh, voor dames. Um, nou ja, en dan is. Ik weet even niet, uh, ik weet even niet meer hoe die pil heet. Uh, maar. Er was er een pil die al hartstikke oud is, die bijna elke meid meekrijgt, die daar best veel klachten hebben. En die man die dat vertelde, die zei, er zijn al veel, veel specifiekere, veel betere pillen waar veel minder klachten op worden ervaren. Maar die zit niet in het basispakket, want die kost meer geld. Uh. Dus weet je, het gaat, het gaat uiteindelijk natuurlijk gewoon, um, kijk, ook, ook zorgverzekeraars en zo, die hebben ook gewoon een bedrijf te runnen. Weet je, die willen gewoon zoveel ja. mogelijk... Uh, Minst maximaliseren, kosten minimaliseren. juist. Weet je, dan, nou, ja, daar heb ik dan wel mening over. Maar dat je soms van die dingen ziet dat er, weet ik veel, 5 miljard of zoveel miljard uh, winst door ja. een zorgverzekering. Dat denk ik, oké, okay, als je dat gaat uitrekenen naar het aantal mensen dat die zorgverzekering heeft betaald... dan gaat het echt om honderden euro's per persoon per jaar, ja. wat te veel wordt betaald... En dan hebben ze het jaar erop, hebben ze 3 miljard winst. En dat jaar daarvoor was het 5 miljard. En dan spreken ze niet over winst, maar dan hebben ze het over 2 miljard verlies ten opzichte van vorig jaar. Ja. <laughs> ja, jongens. Ja, nee, ja, nee, ja volledig mee eens. Ik vind, nooit dat, ik vind dat die zorgsector nooit geprivatiseerd dat moet worden. Nee, dat, dat, ja, dat is mijn mening. Maar, dat, uh... ja, maar goed, daar uh, dat doen ze Marker natuurlijk niets voor. Het doet geen goed aan de zorgverzekeraars, naar mijn mening. <coughs> je bent alleen maar meer gaan betalen en je krijgt alleen maar minder. En, uh, maar dat zie uh... je ook wel met, met bepaalde behandelingen zo. Hè? Dat uh... uh, rit naar de huisarts kost tegenwoordig geld. Ik vind het kwalijk. Ja, ja, kijk, voor beide is natuurlijk wat te zeggen, um, maar ik denk dat je voor sommige mensen de drempel dan wel zo hoog maakt dat, um, uh, dat ze niet naar de huisarts gaan, wat op zijn beurt weer kan resulteren in veel hogere zorgkosten dan ja. uh, het geval was geweest als ze wel naar de huisarts waren gegaan. Ja, ik denk sowieso dat het goed is, algemene uh, tip uh, voor je lifestyle, en ik denk dat jij daar waarbij kan aansluiten dat het uh, dat je toch wel één of twee keer per jaar je bloed wilt testen. Uh, gewoon puur voor preventieve maatregelen, dat je weet dat het goed zit of niet. Ja, um, maar... Um, daar heb ik ook een keer een video over gemaakt. Ik denk dat het dan wel belangrijk is... Um, dat mocht er bloedwerk slecht terugkomen... dat je dan wel bereid bent om actie te ondernemen. Ja, Als man, jij bloedwerk test... Er zijn zat jongens die natuurlijk... Uh, of ja, ik, ik heb het nu ook over jongens, maar... Um, kijk, als jij nu bloedwerk gaat prikken in de hoop. Weet je, stel, jij leeft niet helemaal gezond. Je slaapt zes uurtjes per nacht. Uh, ik train uh, of ik drink twee keer per week. En ik ga bloedwerk prikken in de hoop dat het goed terugkomt. Want zie je wel, ik hoef er niks aan te doen. Het gaat prima zo. Ja. Maar stel dat het dan wel slecht terugkomt, ben je dan ook bereid om een keer alcohol te schrappen? Ben je dan bereid om zeven of acht uur per nacht te gaan slapen? Ben je dan bereid om gezonder te gaan eten? Ah, okay. en, ja. en als je dus alleen dat bloedwerk doet in de hoop dat het goed terugkomt, omdat je dan uh, nou ja, een, een vrijbrief hebt om weer een jaar door te gaan zoals dat je deed. Maar daar staat niet tegenover dat mocht het een keer slecht terugkomen, dat je bereid bent om aanpassingen te maken. Dan zou ik absoluut geen bloedwerk gaan doen. Nee, ja, nee, dat is absoluut waar. Maar ik denk wel, de meeste mensen die maar, deze podcast luisteren, zeker, nee, zeker. dat die wel graag ja. het maximale eruit willen halen. En in plaats van dat je. Ik, wat ik altijd, of hoe ik het voor mezelf zie, is dat het lichaam is een heel complex is. Mm. We hebben het natuurlijk net ook al over insuline gehad. Er zijn natuurlijk zoveel kleine factoren die een rol spelen in je lichaam. En die een oorzaak kunnen zijn voor een bepaalde pijnprikkel die je hebt. Ja. Of een bepaalde nou een bepaald gevoel wat je hebt in je lichaam, weet je. want dat kan uit de kleinste dingen komen en met bloed kan je het enigszins in kaart brengen. Je, je, je hebt een indicatie, je hebt hier gewoon veel meer data waar je op kan handelen dan alleen maar je gevoel. Ja, ja, ja want Frank die zei toen een jaar geleden een keer in een podcast dat uh, de kans dat jij op een uh, of een, dat je op een consult bij de huisarts een, uh, een goede uh, constatering krijgt is 22 Dus hm. dat er 78 kans is dat het niet Goed geconstateerd. Dus ja, weet je, ken je blame, de huisarts. Dat, ja, ja, ja. Er zijn zoveel verschillende complexe dingen in het lichaam. Natuurlijk, die mensen die studeren daar tientallen jaren voor. Hmm. Alleen ja, ga, ga, ga jij maar eens even binnen 10 minuten uitmaken uit iemand uh, wat, wat, wat bij diegene aan de hand is. Ja, weet je als, al? als, bijna, kijk, als jij geen levensstijl nee. ziet van iemand. Wat, wat alsnog lastig is, ook al proberen het juist te omschrijven. En ook al weet je het wel, zou het alsnog ergens anders zijn kunnen liggen. Ah, kijk, en en wat een. Um... Daar komt gelukkig steeds meer aandacht op. Maar wat een heel groot probleem is, is dat um, vrijwel elke lichamelijke klacht die je kan verzinnen, of dat nou hoog cholesterol is, of weet ik veel depressie, of nou ja, veel pijn ergens, of een ontsteking die niet herstelt, um, hangt samen met um, psychische of mentale stress. En met inflammatie. Maar psychische en mentale stress en inflamatie hangen ook weer samen met elkaar. Dus iemand die uh, heel erg veel stress ervaart. zal, nou ja, laaggraads inflammatie. Uh, dus dat, dat eigenlijk het lichaam een beetje heel. een heel klein beetje overal ontstoken is. Uh, zal, zal, nou ja, best het gevolg van heel veel stress kunnen zijn. Maar een lichaam dat heel. Dat, uh, licht ontstoken is. Dus stel dat jij ergens een infectie hebt. Uh, en het immuunsysteem is heel erg actief. Heeft ook een effect op hersen en op zenuwweefsel. Waardoor iemand die eigenlijk permanent met een ontsteking rondloopt, als je dat niet zou weten, heeft wel een grotere kans op depressie of neerslachtigheid. Ja. En die twee samen, dus een, een uh, nou ja, uh, mentale stress of neerslachtigheid, uh, of hoe je het ook wil noemen, en een, um, een zenuwstelsel dat ook overactief he is, heeft ook weer effect op eventuele lichamelijke klachten. Dus dat, het is best wel lastig. Kijk, je, je kan het lichaam wel behandelen. Maar als het tussen je oren niet oké okay zit. dan gaat het nooit een, een volledig goede oplossing zijn. Nou, dat denk ik ook, inderdaad. Kijk, en, en dat is een beetje. Um, daar moeten wij in dit wereldje, wereldje natuurlijk wel een beetje mee oppassen. Kijk, we zijn heel erg bezig met hoe je op papier. Een ideale leefstijl creëert. Dus, nou ja, je moet zoveel milligram vitamine, bla bla bla. Je moet zoveel groente, je moet zoveel eiwit, je moet zoveel zus, je moet zoveel zo, je moet zoveel slapen, je moet zoveel. Maar um, als iemand niet lekker in zijn vel zit. of hij, uh, nou ja, haalt geen voldoening uit zijn leven, of weet ik het wat. dan kan je al die dingen wel gaan micromanagen. maar dat zal alsnog niet gaan leiden tot, um, nou ja, een, een ideale uitkomst, zeg maar. Ja, en, ja zeker. En ehm. Um, het, het zou zelfs zo kunnen zijn dat. Um, lekker in je vel zit in de zin van tussen je oren. dat dat misschien wel belangrijker is. dan of jij van elke vitamine. weet ik het wat wel voldoende binnenkrijgt. en of je wel genoeg vezels eet. en bla bla bla. Ja. Maar ja, ja dat is een heel, een heel. ander gesprek. Maar dat is wel, het is wel echt serieus belangrijk. dat je. Um, uh, nou ja, laat zeggen. niet alleen slaapt zodat je de dag aan kan. maar dat je ook zin hebt in de dag. Dat je. Ja ja de dingen doet die je uh, interessant vindt dat je het idee hebt dat je vooruit gaat in het leven dat je dat dat je het leven zin heeft dat je uh, wat voor andere mensen dat je wat voor andere mensen kan doen en zo ja nou ja absoluut mee eens inderdaad en ik had ook nog een uh, want we hebben het nou nu natuurlijk best wel uitgebreid gehad over over lifestyle en ik denk dat ook een onderdeel wat onder lifestyle valt uh, we hadden ook een paar vragen gehad van volgers uh, over religie ja uh, want nou ja jij bent religieus of gelovig Even kijken. 44. Dat is even heel gaaf uit. Ja. ja. Ja, ja, Maar ik noteer even de timestamp. Uh, wanneer het gepiep afgaat. Dus dan gaan we nu even verder. Um, jij bent natuurlijk. Uh, nou ja, gelovig of uh, religieus. Mm -hmm. um, wat is dat voor jou voor positieve bijdrage in. Um... Ja, in, uh, in, in jouw leven. Want uh, ja, de meeste mensen zullen denk ik niet van jou verwachten... dat je geloof of religieus bent. Nee. Omdat je altijd een hele overkomt als een hele gemene... Norse bodybuilder. Ja, dat lijkt ik gemeen. Nee, ja. nou ja, dat, tegen mij weer heel aardig. Ja. Maar dat uh, het rest is altijd niet. een uitgesproken mening. Ja. Um, maar wat voor toegevoegde waarde heeft dat voor jou? Um... <coughs> nou ja, kijk. Wat, wat voor mij sowieso... Um, ik, ik, ik spreek me daar de laatste tijd ook wat meer over uit... Over, uh, over religie, over nou ja, uh, christendom. Ik ben christen. Mijn um, moeder is natuurlijk overleden. Uh, mijn opa ligt nu op zijn sterfbed. En als ik zie dat. Uh, kijk, mijn moeder was, was ook gelovig. Uh, en mijn moeder had daar best wel veel rust in, zeg maar. Die was natuurlijk wel verdrietig dat ze. Uh, ja, wat moeder heel erg vond is dat ze geen oma zou worden. Ja, en dat ze ons achterliet en zo. Maar ze was helemaal niet bang om, om dood te gaan of mijn moeder wist waar ze heen ging. Uh, en als ik zie hoeveel, uh, alleen als ik zie hoeveel rust zij daaruit gehaald heeft toen. En ook uh, mijn opa nu ook, weet je, die, ja, die, is gewoon, die is gewoon letterlijk aan het wachten tot hij overlijdt. Maar uh, mijn opa en mijn oma zijn daar ook gewoon heel erg rustig in. Die weten gewoon, nou ja, die weten waar ze heen gaan. Die zijn ook niet boos of ik dat allemaal. En dat, dat vind ik sowieso, um, nou ja, mooi. Ja, um, mentale rust, zeker. Ja. Um, verder. Uh, een beetje waar we het net over hadden met, met, met een stukje zingeving en zo. Kijk, ik denk, en daar betrap ik mezelf ook nog wel op, hoor. en daar probeer ik wel een stuk mee bezig te zijn. Maar dat leven voor anderen, uh, dus nou ja, dingen voor anderen doen, daar ga je veel meer aan hebben dan alleen maar voor jezelf leven. Uh, en nou ja, een van de, kijk, uh, iedereen die een beetje uh, nou ja, in Nederland is opgegroeid of tien geboden heeft, iedereen waarschijnlijk wel een keertje voorbij horen komen, of in ieder geval die term kennen ze. Nou, het eerste is dat. Uh, ja, God is God. En. Uh, ja, je mag geen, geen afgoden dienen en zo. En eigenlijk zijn de rest van alle geboden. gaat er over hoe je met anderen om moet gaan. Dus dat je niet mag stelen. Uh, is niet per se omdat stelen fout is. maar het is omdat je iemand anders benadeelt. Dat je niet mag vreemd gaan. gaat erom dat je iemand anders benadeelt. Dat je, nou ja. Uh, jaloers mag je. Weet je dus. Um, eigenlijk is, is het christendom zelf. Um, een, een, een religie. Dat als iedereen dat zou naleven. En ik bedoel, dat gaat iedereen van zijn eigen ligging, natuurlijk zeggen. Maar er, zijn, er staan heel veel regels in hoe jij, nou ja, uh, anderen niet benadeelt. En hoe je zo goed mogelijk met anderen kan omgaan. Uh, vanuit een collectief gedachtegang. Ja. In plaats van vanuit een individueel standpunt. Ja. En uh, nou, ik ben nu met. Um, uh, daar ben ik zelf ook wat meer aan het uitzoeken en zo. Maar als je. Um, kijk, als jij. Zelf met jou doen en laten kan bijdragen aan het grotere goed, of aan anderen, of nou ja, of je het nou altruïsme, weet ik het wat wil noemen, um, maar in ieder geval iets voor anderen doen, halen de meeste mensen meer energie uit dan dat jij alleen maar voor jezelf bezig bent. Ja, nou, absoluut. Dus, uh, nou ja, dat ja, het is ik, ik probeer het een beetje goed onder woorden te brengen, maar um... nou, ik begrijp het, en ik denk de luisteraars ook wel, alleen het is meer gewoon van, um, nou ja, dat, dat het meer echt een. Uh... Denk ik een mentaal rustpuntje mm -hmm. kan bieden in ja. nou, de chaos waar we tegenwoordig ja, even, nou ja, in zeker. Vol, de hoge stresspieken die je ook ervaart. Kijk, um, er zijn ook een heleboel uh, foute dingen uh, gebeurd nou ja, van, vanuit religie. Ik, ik wou net zeggen, ja, weet je, we zien natuurlijk nu, alles wordt steeds meer seculier. Dus de nou ja, godsdienst gaat een beetje uit, uit de regering van landen en zo. Nou, we zien uh, ja, weet je, die veranderingen wat betreft, uh, nou ja. Al het ook gedoe, ben ik niet per se voorstander van en dan? Ja, de meeste mensen niet Nou maar... kijk en dan niet zozeer kijk, iedereen moet natuurlijk gewoon lekker kunnen zijn wie die wil zijn, maar dat wordt wel heel erg doorgedrukt en doorgeramd. Nu weet je wel letterlijk genoemd van de week bijvoorbeeld dat ze het dan hadden over. Uh, ik weet niet of je dat voorbij zien komen, dat het woord moeder geschrapt moet worden. Ja, dat vind ik ver, nou weet je dat dat soort nou ja, goed, maar dat is weer even een zijspoortje. Um, maar... Um, ik kan ook te ver gaan. Don't take my mom in your Nou, way nou ja, maar ik, serieus. Ik, ik, ja. Uh, kijk, mijn moeder was mijn moeder. Ja, ja. ja uh, was. Weet je, ze kunnen ogen laag vangen, maar dat gaan ze bij mij niet veranderen. Hey, uh, en, en ik Mijn een hele grote groep mensen. En ik, ik, ik denk dat... Uh, hoe... hoe? Kan je het woord moeder als een belediging niet? Waarom zou dat willen veranderen? Nou, maar dan, 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 dan ja, geef ze vinger het. vinger heel de hand. Ja, <laughs> ja maar um, um, uh, kijk, waar we ook nou heen hiermee. Nou ja, je zou ah, kijk de... dat ja, ja, we zien dus steeds meer dat Godsdienst eigenlijk verdwijnt uit, um, uh, uit de regering. En ja, er zijn een hele hoop foute dingen in het verleden en nu nog steeds wel die die inderdaad gebeuren uit de religie. Uh, en daarom vinden mensen dan de religie bullshit. Maar um, ik meer heb ooit, wat mensen met die religie doen. Ik, ik heb ooit een keer de, de uitleg gekregen dat, uh, of tenminste, iemand die, die heeft die vertelde dat zo. Dat uh, zeg maar het christendom of nou ja, weet ik veel, uh, islam of verzinnen andere, ...of het over jodendom, whatever, dat afschrijven of doorstrepen dat je het fout vindt. Omdat er nou ja, moslims zijn of christenen zijn of Joden zijn die verkeerde dingen doen. Is eigenlijk hetzelfde als dat jij, nou ja, dat ik jou nu achter de piano zet. Ga maar Beethoven spelen. Het klinkt fucking lelijk. Oké, okay, Beethoven is een kutcomponist. Weet ja. je dat, dat, dat um, de interpretatie van mensen uh, fout is en dat dat resulteert in verkeerde dingen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het, het oorspronkelijk idee slecht is, zeg maar. Ja, nou ja, absoluut. Daar ben ik het wel mee eens, inderdaad. En uh, ja, wat, uh, wat biedt het voor jou in dagelijks leven, zeg maar, uh, buiten de mentale rust? En ook een goede, betere regelmaat van? Of dat je. zit er bij jou een soort stok achter de deur bijvoorbeeld? Dat dat uh, voor jou iets meer waarde biedt? Well, um... Kijk, de, de reden sowieso dat ik me um, uh, daar tegenwoordig wat meer. Over uitlaat. En de reacties, en dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar ik had bijvoorbeeld van de week had ik een keer een. Uh, ik had een, uh, een, een stuk uitleg gevonden over. Nou ja, uh, de, de geboorte van Jezus en daar wat uitleg over. En dan had ik gevraagd of mensen interessant vonden dat ik dat deelde. En er waren voor mij iets van 600 mensen die hadden gezegd van wel. Dus daar had ik eigenlijk nooit zo verwacht. Er zijn mensen die echt wel veel interesse erin hebben. Um, maar kijk, we, we zijn nu uh, ook met sportpoeder. Al, wat ik wanneer was de eerste podcast? Twee jaar geleden? Uh, twee Juli, zomer 2022. Ja. Dus anderhalf jaar geleden ja. was de eerste podcast. Ja. Ja. Nou, daar zijn we nu anderhalf jaar lang echt heel erg veel bezig om mensen hun, hun gezondheid... en dan weet ik het wat, en om hun leven wat beter te krijgen. En um, kijk, ik ben ervan overtuigd dat er een hemel is. Maar als er een hemel is, is er ook een hel. Dus uh, ja... Uh, ook al verwoord ik het misschien soms niet helemaal goed, de, het advies wat we geven is met de beste bedoelingen. Weet Absoluut. je, als ik zeg dat make-up en parfum slecht zijn, vind ik wijven niet kut. <laughs> maar. Nou, uh... nee, maar dat ik een beetje. Een beetje uh, heel, ja. dat, zo, zo, zo vatten mensen dat op. Maar ja. dat had ik ook in zo'n post gezet. Weet je, die meisjes van 12, die worden op de pil geramd. Succes ermee de rest van je leven. Ja, ik vind dat heel kwalijk, want die meiden weten helemaal niet wat het gevolg ervan weet is. En dat weet. spreek ik dan misschien een keertje onhandig uit, of weet ik het wat. Maar er zit in ieder geval een goede bedoeling achter. Maar ja, kijk, als we zoveel bezig zijn met hier mensen nou ja, helpen voor die 50, 60, 70 jaar dat ze hier op aarde rondlopen. dan voelt het voor mij heel hypocriet. als ik ervan overtuigd ben dat er een hel en een hemel zijn. en ik ga. en ik ben me daarvan bewust. en ik geef geen één keertje mee dat er misschien een kans bestaat op dat. Ja. Dus ja, weet je, ik bedoel, als je in mijn ogen, als je je zo druk maakt. Uh, over dat je hier op aarde 70, 80 goede jaren hebt. Ja, hoeveel belangrijker is het dan dat je. Nou ja, als er een eenmaal een hel is, is het eeuwig. Ja, dan lijkt het mij dat je die periode ook fijn wil hebben, toch? Ik denk het ook, ja. Maar goed, dat was even mijn Nee, maar Er is naar gevraagd door de volgers. Ja, we hebben altijd best wel zijn nu denk ik, zo'n 20.000 mensen per aflevering die luisteren. Dus pas op met wat je zegt. Nee, nee grappig. Nee, maar kijk. Ik heb ook gewoon voor mensen die, want er zullen ongetwijfeld ook heel veel mensen zijn die twijfelen of die denken van ik wil me er meer over inlezen. Dat ze weten dat ze ook bij jou terug. Nou ja, kijk, ik vind dat. Ik vind dat serieus tof om over dit soort dingen. Ik, ik, ik deel hier graag meer over. Ik, ik, ik ben de laatste tijd wat meer mee bezig dat ik hem... Um, kijk mijn kennis over wat betreft religie, in mijn geval Christendom, is. Uh, nou ja, uh, ik ben daar minder ver in dan dat ik ben wat betreft gezondheid en zo. Maar ik ben me daar ook al meer in het verdiepen. Want ik vind ja. het wel tof om daar. Nou ja, weet je, als ik daar een keer een gesprek met iemand over heb, ja, dat ik daar misschien wat dingen in kan uitleggen of weer wat kan sturen of wat helpen, zeg maar. Ja. Ja, Je bent ook al vaak een voorbeeldfunctie voor vele mensen, dus daar kunnen ze zich ook achter scharen. En wat ik ook uh, mooi vind: uh, mijn respect daarvoor dat je ook een, uh, een uh, Ramadan guide hebt ja, gemaakt. Uh, ik zag hem ook weer voorbij komen, zoals ja. gisteren. Ik heb, dus, uh, ja. Kijk, ik had ook een paar, nou ja, weet je, er waren dan uh, er kwam van de week. Kwam er in de gym ook een, een jongen naar me toe die zegt: Van uh, Ja, goed dat je dat, uh, maar jij bent niet geloofd, toch? Ik zeg ja, ik ben christen. En dan zat hij even zo raar te kijken: van uh, ja, en wat hoeft niet altijd tegen nee, mij, stel te zijn. Kijk, uh, er zitten heel veel overeenkomsten tussen uh, nou ja, islam en christendom. Er zitten ook een hoop grote verschillen. Um, maar, nou ja, kijk. Um ik vind dat je elkaar daar gewoon prima in kan respecteren en uh, kan ja. assisteren. Abs absoluut. Ja, want je hebt de kennis, dus dan is het toch ook juist mooi ja. als je andere mensen ermee kan helpen. Zeker. Dus. Uh, ja. ja. Oké. Okay. Um, nou, ja, dan dan de volgende onderwerpen voor het uh, stukje lifestyle. Um, ja, telefoon en supplementatie. Telefoon, stop op tijd weg. We hebben het mm -hmm. al een keertje eerder heel uitgebreid besproken. Uh, je krijgt dopamine prikkels voor je telefoon. Ja, ja wil je ik ben eigen... Daar ben ik me de laatste tijd wat meer mee bezig, maar het is echt. Het is um, je moet voor de grap je app die je het meest gebruikt, dus het zal misschien WhatsApp, dat zal Instagram weet ik dat zijn. Zet die eens op een andere plek in je menu. En dan moet je eens kijken hoe vaak je verkeerd drukt. I eigenlijk een iPhone al. Het is bizar hoe makkelijk je naar die app toe gaat, joh. Ja, absoluut. Ik heb dat toen ook gehad toen ik, uh, dat is even geleden, maar, zeg maar op een gegeven moment ging je van een iPhone van vier rijen naar vijf rijen. Ja. Ja, ging helemaal fout. Ja, maar je, dat, duurt gewoon, dat duurt gewoon echt, uh, nou ja, ik denk dat je een keer of honderd verkeerd klikt. Ja, klopt. En dan merk, maar ik heb, uh, en daar betrapte ik mezelf op, omdat ik natuurlijk nu, ik, ik ben wat, uh, ik heb even twee maandjes dat ik wat minder actief was op social media. Een beetje, nou ja, weet je, mijn huizen rollen met die en dat van mijn opa en uh, niet zo lekker in mijn kop en weet ik het wat. Maar dat ben ik nu wel lekker aan het oppakken. Um, dus ik ben mijn social media weer wat meer aan het oppakken nu. Dus nou ja, weet je, nou veel berichtjes die ik dan probeer te beantwoorden... en filmpjes die ik maak. En dan ben ik natuurlijk dus ook... Op een gegeven moment ben ik zelfs tijdens mijn training en mijn rustpauze... ben ik even je aan het beantwoorden. Zo. Dat sluipt er op een gegeven moment in. Maar voordat je door hebt, ben je echt gewoon... Weet je, als je naar de play gaat, zit dus je met de dingen in je klauwen. Ik heb op een gegeven moment zelfs... toen stond ik met mijn telefoon in de douche denk Ja, nou is het echt afgelopen. <laughs> weet je, maar het gaat zo onbewust precies wat jij zegt met het dopamineverhaal. Um, het is echt bizar... Hoe, uh, of zelfs als je film aan het kijken bent, dat je ondertussen nog... Je moet met zoveel dingen, zoveel snelle shit tegelijk bezig zijn voordat je eigenlijk een beetje verzadigd voelt, zeg maar. Ja. Nou ja. Absoluut. En dat. Uh, kijk, als mensen dat herkennen, dat je... Nou ja, precies waar we het net over hadden. Of wat jij zegt dat als pictogrammetje naar een andere rij springt. En je klikt elke keer mis. Dat kan wel een goede indicatie zijn dat je... Te veel op je telefoon. Ja. En dan is de oplossing niet zozeer dat je even een weekje een detox gaat doen. Of dat jij... Um, weet ik wat, even een weekje wat minder met je telefoon bezig gaat en dat je daarna weer oppakt waar je gebleven bent. Kijk, een hele mooie oplossing daarvoor zou zijn dat jij gewoon met jezelf afspraken maakt, dat jij op, weet ik veel, vier momenten op een dag, een kwartiertje je social media shit doet of zo, ik noem maar even wat. Ja. Maar dat je dus vast agendablokken inplant en dat je de rest van de momenten probeert die, 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 nou ja, die aanleiding of die druk om dat te gaan checken, probeert dat te weerstaan. En op het moment dat het dat goed gaat lukken, dat jij zelf controle hebt over wanneer je social media checkt in plaats van dat je daar de hele dag paraat mee staat. Uh, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling zou zijn voor veel mensen. Ja, ja, telefoon gewoon minderen. Dat uh, ja. ja, ja, gewoon beperken tot bepaalde blokken per dag en niet uh, en niet uh, dat je, je kon uh, slapen. Absoluut. Uh, slapen telefoon een tijd wegleggen. Uh. Ja. Oké, okay, nou we hebben bijna een uur uh, vol kunnen praten over lifestyle. Ik denk dat dit weer een goede is voor 2024. Uh, want we hebben natuurlijk vorig jaar al eentje gemaakt, heel ja. uitgebreid en mooi. En dat het een uh, goede aanvulling daarvoor was. Dus uh, Jay, ontzettend bedankt weer daarvoor en voor jouw uh, Bedankt kennet. voor de uitnodiging weer. Absoluut. Um, ja, uh, volg Jay even op de socials. Um, ja, mocht je toevallig meedoen aan de ramadan. Uh, en dit komt nog rond die tijd uit. Succes ermee. Uh, Jay heeft er een, uh, een guide over gemaakt. Er zijn ook veel dingen over het uh, uh, cortisol en insuline verhaal. Wat terugkomt in jouw tweede seminar. Zou ook ja. vinden op jouw website. Ja. Um, Telgo Showroom Dordrecht, bedankt uh, voor de aanwezigheid hier. En uh, ja, Jay bedankt weer. En uh, een goede dag nog verder. En vergeet niet te liken en te abonneren. En tot de volgende keer weer. Ciao. Hey, super tof dat je deze aflevering hebt afgekeken. Ik wil graag eventjes ESN bedanken, zodat wij jullie deze content gratis kunnen aanbieden. Dus mede mogelijk gemaakt door ESN. Uh, voor je supplementen, voor je pre-workout en alle andere producten. Kan je bij hun terecht? Natuurlijk met code Sportpoeder, hoogst kortscode. En uh, ja, een uh, goede dag nog verder.